Zo, goedemorgen allemaal. Het is 10:30. Ik denk dat we van start kunnen gaan met dit webinar. Het webinar voor aandacht voor mentaal welzijn van vluchtelingen. Zeker ook vanuit het agentschap Integratie en Inburgering. Welkom. Ik wil kort even inleiden en dan zeker zo snel mogelijk het woord geven aan onze drie boeiende gastsprekers van vandaag. Ook vanuit het agentschap hebben wij vanuit onze verschillende deelwerkingen de afgelopen maanden eigenlijk een specifiek aanbod voorzien, zowel voor Oekraïense nieuwkomers als voor professionals van lokale besturen en organisaties, maar ook voor de vele vrijwilligers en gastgezinnen die ondersteuning bieden. Heel kort even wat u vindt op onze webpagina van het Agentschap Integratie en Inburgering. Daar kunnen nieuwkomers meertalige informatie vinden over het reilen en zeilen in Vlaanderen en zich inschrijven voor online infosessies. Ook onze juridische dienst heeft heel wat informatie verzameld en staat ter uw beschikking via de helpdesk. Alle webinars die wij aanbieden, zoals dit voor vandaag, maar ook voor andere gastgezinnen en vrijwilligers, vindt u ook op de website en kan u herbekijken. En zo zijn er nog meer producten, zoals onze meertalige brochure rond slecht slapen, piekeren en stress. Vandaag wil ik jullie heel graag drie gastsprekers voorstellen en hen dan het woord ook geven. De eerste spreker is mevrouw Mariana Gniep. Zij zal het hebben over de achtergrond, context en aandachtspunten bij het begeleiden van Oekraïense burgers. In het tweede deel zullen mevrouw Geertrui Serneels en de heer Chris Noortuin in dialoog gaan over de eigenheid en de begeleiding van de mensen op de vlucht. Ze zullen enkele specifieke vragen en aandachtspunten behandelen. We zijn heel dankbaar dat Mariana, verbonden aan de KU Leuven en een docent sociale theologie, die heel veel lezingen heeft over Hans de Wereld, als ook Geertrui van Solentra en Chris Noortuin, verbonden aan het CGG Vlaams-Brabant Oost, het woord willen nemen in deze webinar. We zullen enkele vragen uit de chat proberen te behandelen op het einde. Dan geef ik nu heel graag het woord aan Mariana. Dank u, Els. Goedemorgen, iedereen. Hartelijk bedankt voor jullie uitnodiging voor deze webinar. En ook voor de tijd en de ruimte aan jullie, dat jullie aan mij hebben gegeven om u te vertellen over belangrijke en gevoelige kwesties waarmee wij allen worden geconfronteerd als gevolg van de huidige gebeurtenissen in Oekraïne. Ik ben afkomstig van Oekraïne, geboren en getogen, en nu woon en werk ik al enkele jaren in Leuven. Ik wil mij meteen verontschuldigen voor mijn Nederlands, want het is mijn moedertaal niet. Mocht u niet duidelijk genoeg spreken, aarzel dan niet om een toelichting te vragen op het einde van deze webinar. Op 24 februari zijn Russische troepen zonder enige provocatie Oekraïne binnengevallen en hebben ze een grootschalige militaire agressie tegen een vreedzaam land op gang gebracht. Dit leidde tot een catastrofale humanitaire crisis die ernstige bezorgdheid wekte voor de integriteit van het land zelf en voor het buitenlands- en veiligheidsbeleid van de buurlanden. Deze oorlog heeft grote en langdurige gevolgen, niet alleen voor de geografische, politieke, nationale, sociale, culturele en religieuze transformatie van Oekraïne en Rusland, maar ook voor een grondige verschuiving in de methodologie van de internationale betrekkingen. Dus waar kijken we vandaag naar in termen van deze humanitaire crisis?
Vandaag zal ik enkele aandachtspunten met u delen en om u te helpen beter te begrijpen wie de Oekraïners zijn of niet en wat hun eigenaardige behoeftes zouden kunnen zijn. Natuurlijk bestaat hier het gevaar van veralgemening, dus houd er rekening mee dat u gevallen kunt tegenkomen die niet voldoen aan deze beschrijvingen. Bijna 9 miljoen Oekraïners zijn geforceerd Oekraïne te ontvluchten op zoek naar bescherming tegen deze afschuwelijke oorlog. Waarvan nu, er nu ongeveer 5 à 7 miljoen onderdak vinden in de Europese Unie. We hebben te maken met een nogal eigenaardig type migratie, waarbij de absolute meerderheid bestaat uit in de middenklasse opgeleide vrouwen in de werkende leeftijd en kinderen van alle leeftijden. De meeste mannen van dezelfde leeftijd en die in betrekkelijk goede fysieke conditie verkeren en geen vaders zijn van grote gezinnen, kiezen ervoor om soms vrijwillig in Oekraïne te blijven en de frontlinie of de achterste linie te ondersteunen. Zij die gedwongen zijn naar andere landen te verhuizen, hun sociale netwerken, scholen, werk en huis, en heel vaak ook hun geliefden zijn kwijtgeraakt, moeten zich aanpassen aan het feit dat zij in een nieuwe situatie terecht zijn gekomen. Ze zijn hier niet vrijwillig. In hun hoofd zijn ze voortdurend op zoek naar manieren om zich te vestigen en tegelijk naar huis terug te keren. Ik geloof dat dit punt later besproken zal worden. Naast het feit dat zij hun best moeten doen om verder te studeren of een baan te zoeken zonder de plaatselijke taal goed te kennen, moeten ze ook het feit omarmen dat zij hun nog levende echtgenoten en vaders kunnen verliezen. Dit is een speciaal soort verdriet dat apart moet worden behandeld. Ik zal jullie een paar puntjes geven over diversiteit in Oekraïne. Vrij zelden bespuur ik een bepaald patroon in het zich voorstellen en waarnemen van Oekraïners al één grote homogene groep blanken die één van de Slavische talen beheersen en een speciale voorliefde hebben voor de rode bietsoep en borduurwerk. Dit is uiteraard het overdreven in zijn simplistische verklaring, maar het stelt wel een nogal belangrijke vraag betreffende homogeniteit en diversiteit in Oekraïne. Wie zijn dan die Oekraïners die nu aan de deuren van ons land en onze instellingen om hulp zijn komen vragen? Ik zou me willen concentreren op enkele belangrijke kernmerken. Taal, onderwijs en cultuur, godsdienst en generatie, gekoppeld aan waardenvectoren. Er is nog veel meer te vertellen van dit, maar het zou ons een ander webinar kosten om ons in die verschillen te verdiepen. Ik zal mijn uitleg kort houden en met alleen richten op die aspecten die voor ons interessant zijn in de huidige context van hulpverlening. Talen dus. En jullie zien een kaart nu, de kaart van Oekraïne, met blauw is Oekraïnse taal en Russisch is in het rood. Er zijn nog een paar talen in andere kleurtjes beneden. Net als in België zijn er als gevolg van verschillende historische en geopolitieke factoren twee grote taalgroepen Oekraïners. Oekraïens sprekenden in het westen en centrale Oekraïne en Russisch talige in het oosten van het land. Het Oekraïens is nauw verwant aan het Russisch te vergelijken met de analogie tussen het Nederlands en Duits. Min of meer. Naast deze twee talen zijn er ongeveer 15 andere taalgroepen in Oekraïne. De meeste van hen kunnen beide talen perfect verstaan, Oekraïens en Russisch, en kiezen ervoor de taal te spreken die voor hen het meest comfortabel is. Dit is een resultaat van de diepgaande manifestaties van een van de fundamentele vrijheden en van de tolerantie in Oekraïne. Deze oorlog gaat niet over de taal, maar toch wordt je wel zo voorgesteld.
Het gaat niet om de verdediging van Russisch-taligen in Oekraïne, want Russisch-taligen vormen een meerderheid van de leger dat Oekraïne verdedigt. En Russisch-taligen, waaronder vrijwilligers, worden gedood door de Russische raketten. Toch wordt het Russisch vaak en terecht gezien als een taal van de agressor. En dus zijn veel mensen nogal gevoelig voor het gebruik ervan. Misschien klinken ze voor jullie hetzelfde en lijkt het schrift van deze twee talen op elkaar, maar besef goed dat je Oekraïens sprekende mensen kan kwetsen als je het Oekraïens Russisch noemt. Er is wel één officiële taal in Oekraïne en dat is het Oekraïens. Het is zeer, zeer belangrijk dat alle wettelijk bindende documenten zeker in het Oekraïens worden vertaald en optioneel in het Russisch, niet omgekeerd. Gelijktijdige vertalingen kunnen worden uitgevoerd naar gelang van de concrete behoeften van het publiek. Het tweede puntje is over diversiteit in onderwijs en cultuur. Het onderwijs in Oekraïne is goed ontwikkeld en er zijn mogelijkheden voor de hele bevolking, zelfs voor diegenen die in de afgelegen plattelandsgebieden wonen. Voor schoolsonderwijs wordt gegeven in kinderdagverblijven of aan huis. Vanaf de leeftijd van 6 jaar is het voor alle kinderen verplicht naar school te gaan en het leerplan zorgvuldig te volgen. Net zoals in België. Het hoger onderwijs wordt verzorgd door instellingen voor hoger onderwijs, particuliere instellingen en wetenschappelijke en methodologische faciliteiten van de overheid. Dit systeem omvat ook postuniversitaire programma's en doctoraatsprogramma's als mede zelfstudie. Hoogst waarschijnlijk hebben de meeste mensen die u ontmoet een zekere graad van opleiding, zoals technisch of gespecialiseerd postuniversitair enzovoort. Over het algemeen beschikken ze over een goed ontwikkeld kritisch en creatief denkvermogen. Dit verklaart waarom ze snel met bepaalde vragen over financiële hulp komen of creatieve oplossingen voor bepaalde problemen voorstellen. Oekraïne is een van die landen met een lange geschiedenis van zijn volk en zijn cultuur en tegelijkertijd een zeer jonge natie. Oekraïne beschikt over een schat aan cultureel talent en aanzienlijke culturele erfenis. Het heeft een rijke literaire geschiedenis, indrukwekkende architectuur en monumenten, diverse kunst- en wetenschapmusea. De sterke traditie van volkskunst van het land duurt ook tot op het dag van vandaag voort. Oekraïners zingen en dansen erg graag en zo verwerken ze hun emoties en bouwen ze sterke relaties en gemeenschappen. Omdat ons land erg groot is, zijn de mensen gewend te reizen en op ontdekkingstocht te gaan. Wees niet verbaasd wanneer je vragen zult horen over een mogelijkheid of toestemming om België te verlaten en te reizen. Het is geen ondankbaarheid of een manier om uit te kijken naar betere omstandigheden. Het is eerder een ander vormend element van onze culturele identiteit. Hoewel Oekraïners graag reizen, zijn ze vrij traditioneel qua eten en cuisine. Ze eten graag aardappelen, vlees, brood en veel groenten en ze drinken eerder thee dan koffie. Maar het belangrijkste aan de maaltijd is dat ze samen eten. Nu nog een paar woordjes over religieuze diversiteit. Hoewel Oekraïne is overwegend christelijk, orthodox land is, kent het meer dan 20 verschillende religies en denominaties. Volgens de huidige grondwet van Oekraïne zijn de kerken gescheiden van de staat, maar zijn ze niet gescheiden van de samenleving. Oekraïne is het enige land onder de post-socialistische landen van Midden- en Oost-Europa dat geen dominante kerk heeft en dus kan genieten van godsdienstvrijheid en diversiteit van geloofstradities.
In tegenstelling tot Rusland lijkt Oekraïne zowel kerkelijk gezind te zijn als open te staan voor religieus pluralisme. Het onderzoek van 2018 door het Razumkov Centrum concludeerde dat 71,7% van de bevolking verklaart gelovig te zijn. Dat is veel. In 2011 waren er ongeveer 34.000 kerken en religieuze organisaties geregistreerd in Oekraïne, in het land met een bevolking van ongeveer 44 miljoen mensen. Ongeveer 63% daarvan zijn christenen. Er zijn 4 orthodoxe gemeenschappen, katholieken van de Byzantijnse ritus, katholieken van de Latijnse ritus en diverse protestantse gemeenschappen. Moslims en protestanten maken elk ongeveer 2,5% van de bevolking uit. Er zijn kleinere gemeenschappen van Joden, Hindoes, Baha'i, Boeddhisten en verschillende nieuwe religieuze bewegingen. Ongeveer 11% verklaart niet gelovig te zijn. Hoewel u misschien geen grote fan bent van statistieken of religie als zodanig, is dit toch interessante informatie voor u om rekening mee te houden wanneer u te maken hebt met hulp en bijstand. Religieuze waarden spelen een fundamentele rol in de mentaliteit van de Oekraïners. De geloofssystemen en de hiërarchie van de waarden verschillen naar gelang van de religieuze overtuiging van de persoon. Toch maken religieusiteit en spiritualiteit in het algemeen een deel van de Oekraïnse culturele identiteit en manier van leven. Bijvoorbeeld, niet iedereen heeft dezelfde behoefte om naar de kerk te gaan of tradities te brengen. Maar het feit dat er zoveel hoop is in het verbeteren van deze crisis en het gevoel dat het samen zijn, is het gevolg van de diepe religiositeit van Oekraïners. Nu over de generaties en waardevectoren. Oekraïne is inderdaad heel divers of zelfs verdeeld. Maar de verdeeldheid heeft echter niets te maken met grondgebied, taal of godsdienst. De Nationale Waardenenquête in 2013 laat een sterk verband zien tussen de leeftijd, klasse en opleiding van de respondenten en hun houding ten opzichte van enkele fundamentele kwesties. Zoals we in veel culturen en tradities zien, is er in de Oekraïnse samenleving een opmerkelijk verschil tussen de generaties. Terwijl jongeren streven naar nieuwe ideeën, avonturen en risico's en creatief willen zijn en hun eigen weg willen gaan, houdt de oudere generatie vast aan waarden die verband houden met het behoud van tradities en gewoontes, conformiteit, het volgen van regels en normen en veiligheid. Vertegenwoordigers van verschillende generaties hebben behoefte aan verschillende dingen en zijn ook in staat om verschillende dingen te bieden. De analyse van het Oekraïnse waardestelsel toonde een ingrijpende verschuiving van waarden die misschien langzaam en soms fragmentarisch verliep, maar niettemin hardnekkig en waarschijnlijk onomkeerbaar zijn. Het onderzoek toonde enerzijds een verschuiving van traditionele waarden naar seculier-rationele waarden, typisch secularisatie. Anderzijds toonde het een verschuiving aan van modernisering en industrialisering, gekenmerkt door de zogenaamde overlevingswaarden, naar een verschuiving naar het post-industriële ontwikkelingsmodel, gebaseerd op de waarde van zelfexpressie. Kortom, hoe jonger de mensen zijn, des te minder waarschijnlijk het is dat ze bereid zullen zijn terug te keren naar het oude totalitaire model van leven. Maar ongeacht de verschillen in hun visies, zijn Oekraïners heel solidair met elkaar en geven ze graag de hulp die ze kunnen geven. Een van de sterkste uitspraken is: samen zijn we sterker.
Het is een korte uitbraak, maar het heeft heel veel belang voor Oekraïne, vooral in deze tijden. Als laatste wil ik aan jullie nog een paar praktische aandachtspuntjes meedelen die ik zelf vaak tegenkom. De eerste gaat over de manier waarop de Oekraïners hulp zoeken. Oekraïners zijn niet erg geneigd om hulp te vragen, in het algemeen. Een deel van onze culturele identiteit is zelforganisatie en zelfredzaamheid. Therapie is hier een van de blinde vlekken. Er zijn genoeg therapeuten en coaches in Oekraïne, maar de cultuur om voor je geestelijke gezondheid te zorgen is nog in ontwikkeling. Dit wordt natuurlijk ook versterkt door de nog steeds bestaande vrij sterke stigmatisering van de geestelijke gezondheid. Ik heb geen therapie nodig, ik ben niet ziek, hoor je te vaak. Dit alles heeft tot gevolg dat het vrij moeilijk kan zijn om Oekraïners te interesseren in uw aanbod. Ze gaan liever naar een kapper, een vriend of een priester om mentale hulp te zoeken dan tot een specialist. Toch kan het feit dat mensen op dit gebied om hulp vragen een aanwijzing zijn dat zij die hulp echt erg nodig hebben. Wees u hiervan bewust. De tweede puntje is over de werk en nuttig zijn. Een van de krachtigste middelen om iemands emoties in Oekraïne te verwerken, is werk. Mensen moeten en willen werken. Ik denk dat velen van jullie getuigen zijn geweest van hun sterkte wil om een baan te zoeken of in taal te gaan studeren. Er zijn niet veel gevallen in Oekraïne van mensen die werkloos zijn en werkloos willen blijven. Hier is natuurlijk een groot verschil. Zelfs diegenen die nog steeds werkloos zijn, proberen een manier te vinden om bezig te zijn. Oekraïne is een groot landbouwgebied. Bijna elke Oekraïner weet hoe hij of zij groenten moet planten en de tuin moet verzorgen. Velen houden ook dieren om vlees te kweken of in eieren en melk te verzamelen. Je hoeft geen voltijds boer te zijn om dat te kunnen doen. In feite zijn er relatief weinig voltijdse boeren in tegenstelling tot België. Landbouw is eerder een integrerend deel van het gewone leven van een Oekraïner in kleine steden en dorpen. Wanneer mensen naar werk vragen, gaat dat verder dan het voor de hand liggende financiële aspect. Het is ook een zekere manier van zelfidentificatie, zelfzekerheid en een bewijs van nuttig te zijn. Mijn laatste puntje voor vandaag gaat over de werkstelling van of werken met etnische Russen. Het is een van de meest gevoelige vragen die ik gewoonlijk krijg. In tegenstelling tot het eerder genoemde verschil in talen, doet etniciteit er in dit geval wel degelijk toe, aangezien het geworteld is in emotionele nabijheid. Oekraïnse migranten zijn nu op de vlucht voor de grootschalige agressie van de Russische staat en zijn leger. Veel van die mensen die je tegenkomt, hebben er persoonlijk mee te maken gehad of hebben een goede bekende die ervoor geraakt is. En ik heb het hier over veel oorlogsmisdaden die in hun lelijkste vorm plaatsvinden. Verkrachting van mannen, vrouwen, kinderen van alle leeftijden. Dood en marteling. Heel veel. De confrontatie met een andere etnische Rus, niet alleen in Rustalige, hier is wel een verschil, kan een enorme trigger zijn die ernstige gevolgen zal hebben. Ik denk dat de enige voorzichtige manier hier is de patiënt te vragen hoe hij of zij zich erover voelt, alvorens concrete beslissing te nemen.
Dit zijn mijn voorlopige beschouwingen over Oekraïners. Hopelijk hebben ze u een wat breder beeld gegeven van waar u mee te maken hebt of krijgt. Mochten er nog vragen zijn, dan sta ik open om die aan het einde van de webinar te beantwoorden. Dank u. Dank u wel, Mariana, voor deze waardevolle inzichten. Er zijn intussen enkele vragen in de chat verschenen en misschien is het het goede moment om deze nu toch al te behandelen. De vragen gaan over het onderwijs in Oekraïne, Mariana. De eerste vraag is of kinderen jonger dan 6 jaar ook vrijwillig onderwijs kunnen volgen. Ja, dat klopt. Dus onderwijs tot 6 jaar is vrijwillig. Ze zijn niet verplicht naar kinderdagverblijven gaan of naar crèches te gaan. Dus daarvoor kiezen de ouders voor. En er is wel een verschil tussen Oekraïne en België. Dank u wel. Gaan kinderen ouder dan 6 jaar een volledige dag naar school of zijn het halve dagen? De dagen in Oekraïne zijn korter, dus de school loopt tot 1:30 of 2, denk ik. Dus geen volledige dagen. En meestal gaan kindjes terug naar huis, naar de school. Dus na schoolse opvang is ook niet zo... we zijn niet gewend om de kindjes in de school te laten. Oké. Een laatste vraag over het onderwijs. Iemand merkt op dat er bij hen in de buurt 2 17-jarigen zijn die al naar de universiteit gaan in Oekraïne. Dat kan. Absoluut. Dus normaal gezien, 17 is de leeftijd wanneer onze school stopt, onze secundaire school stopt. En de kindjes mogen naar universiteit of technische school gaan. Maar er is ook een mogelijkheid voor de kindjes die slim zijn om klassen sneller te verwerken. Dus ze mogen absoluut naar universiteit tegen 17 of zelfs 16,5 jaar. Ja. Oké. Dank u wel. Er komen heel wat vragen ondertussen in de chat. Ik zal er nog een paar behandelen. En dan zien we op het einde eventueel of daar nog verdere mogelijkheden te zijn. Ja. Een andere vraag is, hoe gaan Oekraïners om met homoseksualiteit? Dat is een goede vraag. Oekraïne is super divers en toch super traditioneel. Dat is nog een gevoelige vraag. Heel veel Oekraïners zijn open-minded en gaan gemakkelijk met homoseksualiteit of open liefde. Maar meestal, dus absoluut meestal, mensen zijn nog niet... Dat is nog nieuw. Ze zijn nog niet gewend om over te denken, denk ik. Dus traditionele familiale waarden zijn echt sterk in Oekraïne. Dank u wel. Misschien een klein beetje daarmee aansluitend. Als het gaat over gezinsrelaties, iemand vraagt wie is de baas in huis? Is het eerder patriarchaal georganiseerd? Misschien iets meer over man-vrouw verhoudingen, als je daarop kan antwoorden. Ja. Dat is wel een interessante vraag. Oekraïne is geen macho-cultuur, maar toch hebben mannen, zoals overal, meer macht. Wel, de sterkste hand is toch aan de vrouwen. dat is moeilijk om te beantwoorden. Ik denk de dynamiek... is verschillend van gezin tot gezin. Typisch is het patriarchale structuur. Maar toch effectief, efficiënt is... de vrouwen zijn aan het werk altijd bezig. Dus ja.
Oké, dankjewel. Ik pik er nog een volgende uit. Bestaat er in Oekraïne een preventief gezondheidszorgsysteem zoals in Vlaanderen Kind en Gezin of de Centra voor Leerlingenbegeleiding er zijn? Jawel, maar dat is niet verplicht. Dus we hebben een aantal vaccinaties die verplicht zijn. Een aantal vaccinaties die niet verplicht zijn. Er is wel altijd een deel van ziekenhuizen die deelneemt aan scholen en preventieve zorg voor de kindjes op scholen. Maar we hebben... ik woon hier al een paar jaar, dus ik ben niet zo up-to-date. Maar ik denk, zoals Kind en Gezin hebben we niet. Maar vaccinaties of preventieve zorgsector is wel bekend en mensen kennen dat. Oké, dankjewel. Iemand vraagt, moeders die bevallen zijn, die blijken een lange periode van moederschapsverlof te hebben in Oekraïne, tot het kindje 3 jaar is ongeveer. Klopt dat en krijgen zij daarvoor een vergoeding? Dat klopt. Dus moederschapsverlof is mogelijk tot 3 jaar. Ze kregen financiële hulp voor 1 jaar of zo en dan vermindert dat. Dus er is ook een incentive om terug naar te werk te gaan. Maar meestal moeders kiezen er voor 3 jaar thuis te blijven. Daarna krijgen ze nog een keertje en dan blijven ze nog langer. Dus er zijn ook... zo'n modellen van familiale leven. Meestal werkende en vrouwen gaan keren terug naar het werk na 1 jaar of zo. Niet eerder. Dus 1 jaar is minimum, denk ik, in praktijk. Dank u. En de laatste vraag. Iemand vraagt of het normaal is dat de kinderen jonger dan 3 jaar vaak tussen de ouders slapen. Of is dat eerder het gevolg van de oorlog, is de vraag. Ah ja. We hebben geen cultuur om samen met de ouders te slapen. Dus ik zou zeggen dat is iets wat ouders... voorkiezen. Maar nu denk ik, dat is echt een gevolg van de oorlog, dat mensen heel veel emotionele nabijheid nodig hebben. En ze krijgen kindjes zo dichtbij, want we beseffen heel hoe luxueus dat is om jullie kindjes mogen te knuffelen. Dat is absoluut normaal, denk ik. Ja, precies. Dank je. Ter afsluit nog een laatste vraag toch over onderwijs. Kunnen we de universiteit of de technische school vanaf 18 jaar in Oekraïne vergelijken met een master- of bacheloropleiding? Dat hangt er vanaf faculteit aan faculteit, denk ik. Dus in humanitaire gebieden, denk ik, in humanitaire discipline, dat is wel vergelijkbaar. Maar denk ik, medicijn of farmacologie zou ietsje anders zijn hier. Dus dat is niet altijd dezelfde antwoord op dezelfde... Oké, dankjewel. Jullie mogen zeker nog vragen posten in de chat. We zullen die dan proberen te beantwoorden op het einde van de webinar of eventueel nog op een andere manier nadien. Van harte bedankt, Mariana, voor de heel interessante getuigenis. En ik geef nu graag het woord aan Chris Noorduin en Geert Ruijser-Neels, die in gesprek gaan over het vluchten en specifieke aandachtspunten voor deze Oekraïense burgers. Hallo, welkom allemaal. Dag Geert, kun je mij goed horen? Ja, ik hoor u en zie u. Voilà.
We gaan proberen hetzelfde niveau aan te houden als Mariana. Dat gaat niet evident zijn, hè? Nee. Het was super interessant. Ik heb nog duizenden vragen, maar we gaan ze ook opsparen voor op het einde. Voilà, het is dan. Een van de eerste dingen die, als ik naar haar luisterde, dacht van... stel dat je leeft ergens en je hebt zo'n rijk leven en je bent zo goed geworteld en je voelt je zo goed. Je wordt geconfronteerd met zoveel onmenselijkheid, hè, met zoveel geweld, met gruwel. Dat is al heel moeilijk om te verwerken. Vervolgens moet je alles achter u laten. En dan moet je terug mensen vertrouwen en ervan uitgaan dat die het beste met u voor hebben. Lijkt mij een buitengewoon complexe opdracht. En om die een beetje beter te begrijpen, vraag ik me af, zou je ons een beetje kunnen meenemen in te vertellen wat betekent een vlucht? Wat houdt dat in? Kun je daar ons een beetje context in geven? Ja, ik ga het in het algemeen doen. Hè. Dan kan jij wat inzoomen over de typische kenmerken vanuit Oekraïne, want dat is toch een beetje een speciaal verhaal. Maar dus in het algemeen betekent inderdaad vluchten, zoals je zegt, alles achterlaten. Hè. En waar dat we... misschien kunnen we de volgende slide laten zien. Die de complexiteit van heel het verhaal laat zien, waar dat we vluchtelingen vaak mee associëren en waar dat we wel vertrouwd mee zijn, is eigenlijk dat ze gruwelijke dingen hebben gezien. Hè. Het zijn oorlogsvluchtelingen. Ze zijn blootgesteld aan geweld en oorlog. En Mariana heeft ook een aantal voorbeelden gegeven dat het echt een gruwelijke oorlog is. Dat er met verkrachtingen als wapen. Dus al die zaken maakt dat proportioneel vluchtelingen in het algemeen meer getraumatiseerd zijn dan doorsnee mensen hier in België. Hè. De cijfers zijn zeer uiteenlopend in de literatuur. Dat gaat van 30% tot 70%. Voor kinderen is het iets beter gepinpoint en zeggen ze dat eigenlijk 30% meer kinderen zijn getraumatiseerd uit oorlogsgebied dan hun leeftijdsgenoten hier in België. En met trauma denken we dan vaak ook aan PTSD, het posttraumatisch stresssyndroom, waarbij eigenlijk men vanuit de psychiatrie en onze zogenaamde wetboek, DSM-4, na een maand mensen bepaalde tekens vertonen van stress, van hyperarousal, extra geprikkeld zijn, snel schrikken, negatieve gevoelens zoals depressie en schaamtegevoelens met allerlei symptomen die kunnen gaan van dissociatie, voor kinderen regressie, terug op een lager niveau functioneren, bedlassen, depressieve kenmerken. Dus dat kan allemaal gerelateerd zijn aan trauma. Nu, wat het verhaal wat complex maakt, is zoals we zeggen, niet alle vluchtelingen zijn getraumatiseerd. Chris, ik denk dat jij daar ook nog wat verder over gaat zoomen, dat mensen die er misschien sneller zijn aangekomen, minder gruwelijkheden van de oorlog hebben meegemaakt, of uit bepaalde gebieden ook minder blootgesteld daaraan zijn. De vluchtelingen die wij in 2016 en 2017 uit Syrië hebben gekregen, waren ook vaak getraumatiseerd tijdens de vlucht, omdat zij afhankelijk zijn van mensensmokkelaars en dat zijn geen doetjes. Maar wat het verhaal van trauma sterk compliceert, is dat vluchtelingen ook allemaal migranten zijn. Hè? Dat zij eigenlijk door alles achtergelaten, door een gigantische verlieservaring gaan en dus allemaal moeten rouwen. En daar moeten wel alle vluchtelingen doorheen. Nu, ook dat rouwproces vraagt dus eigenlijk
gaat gepaard met allerlei symptomen van stress, hè, want men moet zich dat verlies verwerken en tot een zekere aanvaarding komen. Dat gaat gepaard met boosheid, met enorm verdriet. Dat is iets dat in het begin enorm op de voorgrond staat. Maar waar dat het de bedoeling is, dat het op een bepaald moment ook een stukje een plaats krijgt. Hè. Het gemis gaat nooit weg. Daar bestaan prachtige gedichten en verhalen over. Maar het gemis mag niet overweldigend worden. Nu, een rouwproces is eigenlijk een normale reactie op een verlieservaring. En die moet eigenlijk niet doorverwezen. Want als men uit de literatuur blijkt dat als men te snel een rouwproces gaat therapeutiseren, dan komt men er slechter uit dan men eigenlijk zou hebben als men het gewoon de tijd zijn gang laat gaan. En later kunnen we er ook nog op terugkomen hoe belangrijk eigenlijk daar de nulde en de eerste lijn is. Hè? Want rouwen heeft vooral een goede ontvangst, een warm onthaal nodig en een steun. Hè? Maar daar kunnen we dan later op terugkomen. Maar dus dat maakt eigenlijk wel dat het een heel complex verhaal wordt. Hè? Er is trauma, er is de verlies en het rouwen. En er is natuurlijk ook heel de acculturatie, wat wij noemen. Hè? Dus dat is eigenlijk aanpassen aan de nieuwe omgeving en eigenlijk hier uw plek terugvinden in de maatschappij. En dat gaat gepaard ook daar hebben we verschillende fases. In het begin is er uiteraard de euforie met heel blij dat men ontsnapt is. Daarna komt de shock. Hè, en dat kan ook wel soms tot psychose leiden, maar dat is eigenlijk wel een uitzondering. En misschien kan jij daar ook iets over zeggen vanuit Oekraïne, waardoor dat de psychose misschien minder aanwezig zal zijn ten gevolge van de acculturatie. Maar daarna komt natuurlijk het proberen. Enerzijds uw roots toch een beetje behouden en u aan de nieuwe waarden en normen aanpassen. En dat die waarden en normen die zijn heel sterk onbewust, ook voor de mensen zelf. En dus gaat dit wel gepaard met schokgolven en kan acculturatie ook maar plaatsvinden doordat men het vreemde ontmoet en daarbij stilstaat. En ook daar zullen we zien dat er toch in heel dat acculturatieproces en de begeleiding daarvan een belangrijke rol is weggelegd voor de nulde en de eerste lijn. Voilà, ik denk dat ik misschien met de complexiteit het hierbij laat. Hè? En dit alles heeft natuurlijk een enorme impact. Hè? Dit zijn allemaal stresservaringen. En dit hebben dan natuurlijk gevolgen voor lichaam. Hè? We hebben uw hart gaat sneller kloppen. Uw ademhaling is sneller en minder diep. De spijsverteringsstelsel ligt ondersteboven. De een gaan uit stress meer eten, de andere vallen enorm veel af, et cetera. Dus vandaar ook dat eigenlijk een lichamelijke insteek bij vluchtelingen om met stress te leren omgaan lichamelijke activiteiten zeer belangrijk zijn, los van heel het verhaal van traumatherapie en ook daar een belangrijke rol voor de nulde en eerste lijn. Ja, ben ik duidelijk geweest, Chris? Of had jij daar nog vragen over? Of... Nee, het lijkt mij heel, heel duidelijk. Dit geeft me goed weer ook, vind ik, hoe dat een... de opvang en de begeleiding voor vluchtelingen stepped care is. Hè? Dus je begint inderdaad met een aantal basics. Hè? Mensen moeten een plek hebben, ze moeten zich veilig voelen.
Ze moeten rustig leren ademen, leren omgaan met stress, met de lichamelijke aspecten. Daarna kun je psycho-educatie doen, de mindspring-achtige formules zoals we die hebben. En zo bouwt dat op. En pas helemaal bovenin is echt van de piramide zit je eigenlijk met de gespecialiseerde traumabehandeling. Hè. Maar we moeten daar niet mee beginnen. We moeten de piramide elke keer opbouwen. Ik denk dat dat mooi in uw verhaal zit. Als ik nog een aantal specifieke dingen zou mogen toelichten van dit verhaal. Mag ik misschien de volgende slide? Is dat ik... Als ik naar het verhaal van Mariana luisterde, dacht ik, dat gaat ook over cultuursensitiviteit. Dat is een vorm van cultuursensitief handelen, is dat je weet een beetje wat is de context, wat is de cultuur, de religie, welke diversiteit is er hier in het land aanwezig. En als ik specifiek naar een migratiepatroon kijk, ik zou dat migratiesensitiviteit willen noemen. Dus dat we sensitief zijn aan het specifieke van deze migratie. Die is toch wel een beetje anders, vind ik, dan de migratiestromen met vluchtelingen die we gezien hebben in de voorbije periodes. Hè. Een belangrijk element vind ik dat een verschil heeft, zowel voor de vluchtelingen als voor ons, maar ik ga eerst over de vluchtelingen spreken, is het effect van de nabijheid. Het is niet zo ver hè, voor ons. In de stad waar ik woon zie ik auto's met een Oekraïens nummerbord. Dat is mij nog niet overkomen met Syrische of Palestijnse of Afghaanse of Somalische nummerborden. Maar mensen kunnen blijkbaar met de auto komen hè, of met de auto heen en weer gaan. Hè. Het is een ander soort vlucht. Hè. Ook als je spreekt over... pre-migratie, tijdens de migratie. Wel, dit stukje is dan tijdens de migratie, denk ik, is dat de vlucht is een ander soort vlucht. Ook met moeilijke stukken. Hè. Ik wil het niet te rooskleurig maken, maar het is wel anders. Mensen zijn niet 5 jaar onderweg. Hè. Dus dat geeft een hele andere dynamiek. Dat verbonden zit, denk ik, aan het volgende, is dat er een heen- en weerbeweging is. Ik denk, Geertrui, dat je dat ook herkent, als een Afghaanse jongen vertrekt en die komt hier aan, die blijft hier. Daar is ook vanuit de familie wel het verlangen of de opdracht dat hij hier iets opbouwt. Er is niet zoveel mogelijkheid om terug te keren. En ik zie hier nog heel veel heen en weer gaan. Gezinnen komen hier toe. Een deeltje keer terug om aan het front te gaan vechten of om nog iemand anders op te halen, om iemand te assisteren en keert weer. Er is zo een beetje een heen en weer beweging. En dat hangt ook samen met, denk ik, met dat het nog dat het wat dichterbij is. Hè? Dat je een vlucht kunt nemen naar Warschau en vandaar verder gaan bijvoorbeeld. Maar het hangt ook samen met de onvoorspelbaarheid. Hoe lang gaat deze oorlog duren? De ene week heb ik het gevoel, als ik naar het nieuws luister, dat Oekraïne bij het langste eind heeft. Hè. En de volgende week heb ik het gevoel, nu gaat Rusland precies toch winnen. Is dit een korte oorlog of een lange oorlog? Het is heel onduidelijk. En mensen zitten echt in die onvoorspelbaarheid, in die onduidelijkheid. En dat maakt ook dat er nog heel wat heen en weer is. Het is daardoor dat ik soms ook twijfel rond het woord ontworteling. Als ik naar Mariana luister, merk ik ook hoe sterk de wortels kunnen zijn. Maar ik vraag mij soms af, zijn deze mensen al helemaal ontworteld? Of is daar toch nog heel veel worteling? En... Het gaat ook afhangen van hoe lang dit gaat duren, denk ik. Als dit een korte oorlog is, kan ik me inbeelden dat heel wat wortels nog zo sterk aanwezig zijn dat heel wat mensen terugkeren om het land te gaan heropbouwen. Als dit langer begint te duren en kinderen beginnen hier naar school te gaan, ja, dan begint er hier een wortel te schieten en dan begint er ergens anders iets te ontwortelen. Ik merk dat ook. Laatst hadden we het verhaal van een vrouw die een somatische aandoening had.
En die in Oekraïne een bepaalde behandeling daarvoor kreeg. Een behandeling die we hier niet toepassen. En de arts stelde voor om dan de Belgische medicatie en behandeling op te starten. En we voelden heel veel weerstand en twijfels bij deze vrouw. Want als ze daarop ingaat en ze keert terug, ja, dan moet ze in Oekraïne weer alles heropstarten. Nu, dat gaat over medicatie. Maar ik kan me ook voorstellen op nulde, op eerste lijn, als het gaat over wonen, over werk, over integratie, over taal, over wat dan ook. Ja, zijn deze mensen hier en daar, of blijven ze hier of niet? Die heel die onduidelijkheid, die twijfelende wortels, dat ook iets gaat doen aan hoe dat ze de migratie beleven en hoe de impact op het behandelproces in de behandelsetting in Vlaanderen. Dat ook een beetje anders gaat kunnen zijn. Maar doe mij wat denken, Chris, aan de fase van vluchtelingen, zolang dat ze geen veiligheid van papieren hebben, zolang dat ze niet erkend worden. Mm-hmm. He, dus dat ze daar eigenlijk dan zo wat in de limbo zitten. He, eigenlijk in acute stress van, ja, he, ben ik, allee, he, moet ik hier blijven, mag ik hier blijven? Dus er is natuurlijk nog een dimensie extra bij van onzekerheid, omdat het levensvitaal is, die papieren, maar zo dat onzekere, wel perspectief is het. En dat de Oekraïners dat ook wel hebben. Zij hebben wel de papieren, een groot voordeel natuurlijk, dat ze onmiddellijk erkend zijn met alle rechten. Anderzijds, hoe lang gaat de oorlog duren, wanneer kan ik terug? En dus inderdaad, de moeilijkheid om te rouwen eigenlijk. Hè? Heel moeilijk, ja. En misschien dat als iemand hier wacht op papieren of niet, maar wel eigenlijk het verlangen heeft om hier al een leven op te starten, tegenover iemand die niet goed weet, blijf ik hier of niet afhankelijk van de oorlog, maar misschien wel het verlangen heeft om terug te keren. Ja, absoluut. Ja. Waardoor dat we vooral kijk, vandaag tenzij, zo met een rouwproces zitten waar dat ze ofwel in een ontkenningsfase zitten of wat in de boosheid, maar dat we zo niet, lijken we bij mensen in de asielprocedure ook zien, meestal niet tot het verdriet al komen of tot een zeker plaatsgeven, omdat er niks te plaatsgeven is. Mm-hmm. Omdat het perspectief nog niet duidelijk is. Kun je daar wat in vinden? Of is dat ja. Een... Ja, zeker. Ik denk dat het ook met het volgende punt samenhangt, Rita. Dus de gezinssamenstelling die ook onvoorspelbaar is. Ja. Op welke manier gaat het gezin zich organiseren? Hier of daar? Of een stuk hier en een stuk daar? Misschien bij een jongen die van Syrië vertrekt of van Irak en die hier toe komt, is de boodschap redelijk klaar, duidelijk, dat hij hier een leven wil opbouwen. En dat daarvoor bijvoorbeeld werk een belangrijke stap is. Maar bij deze families, het zijn karikaturen natuurlijk dat we maken, maar als er moeders met kinderen zijn hier, de stap naar rouwen en integreren hier gaat langs een andere weg zijn, denk ik. Als het zich hier meer installeren is, weet ik niet goed of de arbeidsmarkt de eerste plek gaat zijn. Een moeder met kleine kinderen is al heel wat moeilijker om direct op de arbeidsmarkt te sturen. En ik hoor ook meer initiatieven komen nu van, ja, we moeten meer met moeders gaan werken, met kinderen gaan werken, moedergroepen gaan doen. We spreken rond opvoeding. Hoe kunnen we de vaders terug aanwezig stellen, zelfs al zijn ze hier fysiek niet aanwezig. Dus dat het rouwproces of het verwerkingsproces andere vormen, andere modules gaat krijgen. En dat heel onze... opvangdynamiek in feite een ander verhaal wordt. Het is ook misschien nog niet zo lang geleden dat als je
een Syrische vluchteling die in een tentje verbleef in de winter in het Maximiliaanpark bij je thuis opving, dat je een boete kon riskeren als burger. Waar we nu zitten met een regering die zegt hashtag plekvrij. De aanpak is op korte tijd enorm veranderd. Er is eigenlijk een nieuwe opvangcultuur aan het komen. En we kunnen als hulpverleners bijna niet volgen, zo snel gaat het. Dat gevoel heb ik daar wel bij. Dat we in volle snelheid moeten proberen nog na te denken, hoe gaan we dit eigenlijk op een goede manier voor de vluchtelingen, voor de gastgezinnen, hoe gaan we hiermee omgaan? Hè? En wat is opvang? Is opvang tijdelijk? Is opvang langere duur? Daar lijkt mij nog heel veel vragen hier zo. Ja. Maar misschien toch wel als positief element dat ze zeer welkom zijn. Hè? En dat heel onze maatschappij gemobiliseerd is en wordt. En dat dat ook nodig is. Hè? Want wat we toch te vaak zien is, ook met traumabehandeling, hè, dat heeft een collectieve dimensie, uiteraard, trauma. Hè? Oorlogstrauma gaat over de medemens die je iets heeft aangedaan. Dus dat herstel van vertrouwen in uw medemens kan men niet enkel in therapie bekomen. In therapie gaan we de symptomen bestrijden, maar de basisveiligheid die we als mens nodig hebben en die aan diegelen ligt met oorlogstrauma, dat wordt hersteld door de dagelijkse reacties in de ontvangende maatschappij. En dat doet mij wel heel veel plezier. He, dat ja, vandaag deze maatschappij er is, gemobiliseerd wordt en zich van zijn beste kant laat zien, waardoor ik denk ja, dat positief zal zijn in eventueel latere verwerking van oorlogstrauma. Ja, die gastvrijheid is een belangrijke preventie, hè? Dat is zeker waar. Ja. Als we dat tegenover ervaringen van racisme of zo bijvoorbeeld, of discriminatie zouden stellen, dat is een hele goede preventieve daad. Ja, absoluut. Mm-hmm. We zijn al een beetje bezig over wat de hulpverlening kan doen, hè, Heertje. Misschien moeten we daar nog wat specifieker op ingaan en kijken of er wat elementen zijn die je daar... kunt je licht daarover laten schijnen? Wat denk je dat belangrijk is? Welke fundamentals, welke tools wil je meegeven? Wel, zoals ik al zei, of zoals we eigenlijk aan het zeggen zijn, de mensen zitten nog in acute stress. En eigenlijk, als je in acute stress zit, nog blijvend blootgesteld aan al deze stressfactoren, komt er het op aan om de mensen eigenlijk tools te geven om met die stress te leren omgaan. Hè? En heeft doorverwijzing naar wat jij dan noemt het topje van de piramide eigenlijk geen zin en weinig effectief, omdat er geen... psychische veiligheid is om eigenlijk aan therapie te doen. En om die psychische arbeid die gevraagd wordt in therapie, om die te doen. Dus ik denk dat we moeten... er zijn voor verwerking en herstel drie grote pilaren. Dat is veiligheid, sociale verbondenheid en de veerkracht aanspreken. En ik denk dat daar de nulde en de eerste lijn en hun rol te spelen hebben. Hè. Veiligheid installeren, dat is eigenlijk wat we al zeiden, het warme klimaat. Hè. Bedoel, de mensen zijn welkom, er zijn geen racisme, dat is niet keer terug naar uw land, er is geen dingen, dus er is eigenlijk een warm klimaat. Dus op maatschappelijk niveau is dat eigenlijk al goed. Veiligheid is natuurlijk ook fysieke veiligheid, in de zin van een huis boven je hoofd, basic needs, hè, eten. Daar moeten gastgezinnen hun rol spelen of de opvangsector. Hè. Ik hoor daar via onze helpdesk dat ook nu toch wat moeilijker begint te lopen. Hè, dat gastgezinnen eigenlijk in een eerste reactie
Veel voluntarismen hebben gezegd, wij nemen mensen op. Ik zag, misschien heeft u het ook gezien, opnieuw zelf, die hun, hun slaapplaats hebben afgegeven en op de sofa zijn gaan slapen. Ja, dat zijn natuurlijk geen zaken die je maanden volhoudt. Dus daar denk ik dat er nu een rol is weggelegd voor de overheid en het nulde in eerste lijn om samen toch die veiligheid te blijven hanteren. Veiligheid op kleiner niveau is ook heel duidelijk zijn welke rol je hebt. Hè? En wat je kan doen en wat je niet kan doen. Dus in die zin hè, vond ik Marianne ook wel verhelderend. Men is toch, heb ik de indruk, zeker naar kinderen toe, minder vertrouwd met professionele hulpverlening. En het zou dus wel eens kunnen dat men daardoor dat deze geïnstalleerd wordt, ook ja, verkeerde verwachtingen naar heeft. Hè. Dat men te veel zal verwachten of dat men enerzijds ook wantrouwig is, omdat men niet vertrouwd is met die professionele hulpverlening. Dus daar denk ik, ga er niet vanuit dat zij je rol kennen. Ga er ook niet vanuit, omdat deze mensen die in stress zijn, hun geheugen werkt niet zo goed. Dus het ontvangen van informatie gebeurt moeilijker. Dus het is niet omdat men iets één keer heeft uitgelegd dat men het begrepen heeft. Het zal telkens opnieuw moeten bevraagd worden. Is het duidelijk wat ik voor u kan betekenen en wat ik ook niet kan betekenen? Dus veiligheid is een belangrijke pilaar. Dus sociale verbondenheid, probeer het allemaal niet zelf te doen. Bij vluchtelingen, die moeten van nul beginnen. Die moeten hier alles terug opnieuw opbouwen. Dus hun hulpvraag is zeer groot. En één hulpverlener bij ons kan dat niet aan. Dus je moet jezelf als hulpverlener in een netwerk zetten, enerzijds. Anderzijds ga je de mensen ook naar een netwerk moeten toevertrouwen. Omdat dit ook de basis is voor een veiligheidsgevoel en voor verwerking en herstel, zowel van de verlieservaring als van de aanpassing die acculturatie met zich meebrengt. En tenslotte, kijk vooral naar wat er kan. Spreek de veerkracht aan. We hebben wat tendens om vluchtelingen inderdaad te associëren met die trauma. We horen die verhalen vanuit een inlevingsgevoel, zeggen we van, ja, dit is verschrikkelijk, en hebben we de neiging eigenlijk om het een beetje over te nemen. Of juist het op te grote afstand nemen. Dus en vooral ook gaan kijken naar, ja, moeten ze niet naar de therapie, want ze zijn wat depressief, ze slapen slecht, er zijn de somatische klachten. Maar zoals ik het zeg, het is heel moeilijk om in het begin te kijken van, ja, waar zijn die klachten aan gerelateerd? Ze zitten nog in acute stress, dus een traumaverwerking komt vaak nog niet aan bod. Het is eigenlijk een zeer goed overlevingsmechanisme om, als we nog volop in stress zitten, om niet de stress uit het verleden naar boven te halen, wat toch een beetje de traumaverwerking is. Wat niet wil zeggen natuurlijk dat soms trauma zo manifest aanwezig is en de symptomen daarvan, dat er wel nood is aan die traumabegeleiding. En dat is dan nog een andere rol die ik voor de hulpverlening zie weggelegd. Dat is natuurlijk die vroegtijdige detectie. Kijken wanneer de top van de piramide, zoals je zei, Chris, wanneer dat wel nodig is om deze instelling te brengen. Maar dat kan je ook maar, die vroegtijdige detectie, als je eerst de veerkracht aanspreekt en samen met de mensen gaat kijken wat zij kunnen doen in het hier en nu. Samen een toekomstperspectief, hoe kort die ook is. Hè, maar daar zal jij misschien, Chris,
nog wat verder op ingaan, maar om samen met hem dus inderdaad hem hier een toekomstperspectief en hoop te geven, zodat ze ja, terug controle krijgen over het leven. Hè? Want dat is nodig. Trauma is controleverlies. En dus terug controle geven zet het herstel in gang. En dus dat zijn voor mij die grote rollen, ook een brugfunctie. Hè, zoals we zeggen, ze moeten hun plek in een context die ze niet helemaal lezen, zoals Marianna verhelderend is, is het voor Oekraïners en vluchtelingen in het algemeen ook heel verhelderend hoe het hier allemaal zit. Hè. En dat gaat dan niet over, dat gaat dan ook over de evidente zaken, zoals schoolleerplicht en allerlei zaken waar Marianna over sprak. Maar dat gaat toch ook over de wat meer ja, softe en onzichtbare waarden en normen. Hè. Om daar, als we daar bepaalde blokkages zien, om hen daar ook in mee te nemen. Wat betekent eigenlijk ja, dat onze hulpverlening cultuursensitief moet handelen. En een tweede houding die zeer belangrijk is, is toch de empathie. Hè? En dat klinkt heel gemakkelijk, maar ten aanzien van mensen met zo'n complex verhaal is dit niet evident. Hè? En zijn we meer geneigd om ofwel heel sympathiek alles over te nemen hè, en het in hun plaats te doen, met dan een averechts effect, omdat ze juist ja, al de controle verloren zijn en dit dus het trauma verder in de hand werkt. Of anderzijds, ja, dat we zeggen, ik ga daar niet aan beginnen. Het is zo'n complex verhaal, als ik hier een draadje aantrek, dan gaat heel de bol wol af, dus daar begin ik niet aan. Dus die twee houdingen zijn, ik zou eigenlijk zeggen, normaal reacties van de hulpverlening op deze complexe verhaal. En vandaar dat ik altijd zeg, werken met vluchtelingen is teamwerk. He, is supervisie, is die dossiers regelmatig bespreken. Ik kan alleen maar voor mezelf getuigen. Ik heb wekelijks nog supervisie met mijn psychiater en er zijn altijd wel 1-2 dossiers waarvan zij zegt, Geert, dat kind zit in uw chakroche, die wilde redden. En je moet therapie geven. Dus, he, het zijn normale reacties bijna. En die empathie is een heel moeilijk evenwicht ten aanzien van mensen die al zoveel hebben meegemaakt. Dat betekent dat we het leed gaan erkennen, enerzijds, maar tegelijkertijd toch die veerkracht aanspreken. Ja? En dat die veerkracht aanspreken is niet evident, nogmaals, met deze mensen, met deze zware rugzak. En als ik nog één ding mag zeggen, Chris, dat is over trauma. Ga er niet op naar zoek. Hè? Stel niet te veel vragen. Ga als het traumaverhaal bij u wordt gelegd, ga er niet verder op in. Mensen hebben een verkeerd beeld van traumatherapie. Het gewoon vertellen over het trauma is geen traumatherapie. Hè? En brengt niet noodzakelijk herstel met zich mee. Dus probeer van trauma af te blijven. En ik denk dat we al heel veel van de hulpverlening vragen als traumaverhaal toch bij hen wordt gelegd, dat ze het dan inderdaad ontvangen. En dan komt weer die empathie aan de orde. Het ontvangen van zo'n verschrikkelijke verhalen. Chris, wij studeren er 5 jaar voor, daarna nog 4 jaar traumatherapie. Het is niet evident. En secundaire traumatisatie bestaat ook. Dus ik vind dat we al heel veel van de hulpverlening vragen, als ze met vluchtelingen werken, dat ze af en toe inderdaad het trauma op hun bord krijgen en dat ze dan toch gaan moeten kunnen empathisch zijn. Dat betekent het aanhoren, het stukje samenvatten, maar toch hun beroep blijven
verder doen, want dat brengt terug de veiligheid en de zekerheid. Als het traumaverhaal bij hen wordt gelegd, is dit vaak vanuit een herbeleving en helpt het niet om daar verder op in te gaan, want het was eigenlijk niet de bedoeling van de vluchteling. Het is een soort van controleverlies. En veiligheid installeren betekent dan dat je toch eigenlijk je beroep blijft uitoefenen, want daarvoor, dat is hoe de vluchteling jou kent. Maar bon, dat is op heel kort verteld, dat is heel complex. Normaal gaat dat hier een dag, kan het hier een dag over gaan, maar misschien, Chris, kun jij nog wat verhelderen. Oké, goed. Mogen de volgende slide, hè, of zelfs degene die daarachter komt, hoe ervaren de hulpverleners zelf? Ik vond het heel herkenbaar wat je zegt, Geertrui, het appel is groot. De druk op de hulpverlener. Het is soms ook moeilijk om uw eigen comfortabele levenspositie tegenover diegene van de hulpvrager of de vluchteling die voor u zit, om die benarde levensposities met elkaar te vergelijken. En je zou bijna uit schuld of schaamtegevoel beginnen handelen en van alles willen beginnen regelen. Of, dit is zo moeilijk. Dus dat is heel herkenbaar. En ik denk inderdaad, normalisatie, stabilisatie, teruggeven van controle. Maar ook de ontmoeting, hè, met iemand die vriendelijk is en gastvrij is. Dat zo hele belangrijke herstellende, ook naar het trauma toe, hele belangrijke herstellende factoren zijn. Maar ik wou nog een beetje ingaan op het hoofd van de hulpverlener. Want daar gebeurt inderdaad, zoals we zeggen, heel veel. En bij deze oorlogssituatie en bij deze vluchtelingen heb ik ook het gevoel dat de nabijheid van de oorlog ook een effect heeft op ons als maatschappij. Een ander effect heeft dan de oorlog in Syrië bijvoorbeeld. Of de situatie in Jemen. Dit is een andere oorlog. En misschien dat de nabijheid daar ook een rol in speelt. Hè. Dit komt heel dichtbij voor de hulpverleners. Er is een aanwezigheid in het journaal, in de krant, in de radio. Maar elk CAW is bezig, elk Centrum Geestelijke Gezondheidszorg bezig. Elke buurt, elke gemeente ontvangt. Dus het is heel aanwezig. Het is tot in de gastgezinnen hun huiskamer aanwezig. Deze oorlog is op een andere manier nabij en nabijer. Dus ook voor de hulpverlener. En dat kan wel maken dat als je een Oekraïne voor je hebt, dat de druk die je kunt voelen om nuttig te zijn, om goed te handelen, dat die niet zo gemakkelijk is om te verdragen. En de tip van je werkt in een team, je zoekt supervisie, je zoekt overleg, is daarin denk ik cruciaal. Hè. Ga niet alles alleen proberen oplossen, maar bespreek het zoveel mogelijk met je collega's. Dat is echt een belangrijke. Het is niet alleen de geografische nabijheid van de oorlog die een beetje anders is nu. Maar er is ook in de beleving, hoe dat we deze oorlog beleven, komt die veel meer nabij, heb ik de indruk. Ik heb het gevoel dat we andere oorlogssituaties soms heel abstract en ver van ons kunnen beredeneren. Maar deze komt in Europa. En er zijn andere associaties die we hierbij hebben. Ik hoor ook veel meer mensen spreken op het journaal of gewoon mensen van ja, hoe moeten we ons hier nu bij opstellen? Want onze opstelling, wat wij doen, kan een effect hebben op deze oorlog. We kunnen een derde wereldoorlog ontketenen. Dit zijn fascinaties of angsten die ik nog niet zozeer gehoord heb bij andere vluchtelingencrisissen. Dus dat betekent, dit heeft ook een impact op ons. Wij beleven dit mee. En dat geeft een dynamiek ook in uw spreekkamer. Je zit anders, je zit minder neutraal, minder objectief. Je zit er ook een beetje, ja, het raakt ook u. Dus dat is belangrijk om daar bewust van te zijn en hierover te spreken met collega's. Het volgende stukje dat ik toch wil kort benoemen zijn de morele en ethische dilemma's waar ik alsmaar meer hulpverleners
mee hoor worstelen. Natuurlijk, als deze oorlog begon, is er een enorme bereidheid, betrokkenheid, misschien door de identificatie, misschien door de nabijheid, losgekomen. Dat is heel belangrijk. We moeten dit vasthouden ook. Maar ik hoor ook soms mensen die al wat langer in de sector werken met vluchtelingen, een beetje hiermee worstelen. Dus ze zeggen, ja, hoe moet ik dit nu kaderen? Hoe moet ik dit begrijpen? Ik heb mensen die zo lang op de wachtlijst staan, die wachten op gepaste hulp. En ineens gebeuren er ergens anders, andere dingen. Hoe moet ik hier nu mee omgaan? Ik denk dat dit een extra druk gaat geven op hulpverleners de komende periode. En dat we ze echt moeten ondersteunen in hoe moet je die keuzes maken. Waar geef je voorrang aan, wanneer wel en wanneer niet. De middelen zijn dan altijd te beperkt. En we moeten altijd lastige keuzes maken. Maar het kan ons ook helpen. In die zin dat ik nu dingen zie ontstaan waarvan ik zeg, daar hadden we al een tijdje geleden ook wel willen hebben. Deze energie, deze middelen, deze structuren die vrijkomen, fantastisch. Laat ons ze vasthouden en ze niet meer loslaten. Maar we zitten nu nog met die, dat het soms wat wringt. Als ik hoor dat de Oekraïense vluchtelingen, als je die in je organisatie ontvangt, dat je beroep kunt doen op tolken, zonder dat je die hoeft te betalen, voorlopig toch, dan denk ik fantastisch. Hier wachten we al heel lang op, maar ik zou dat heel graag ook naar een aantal andere taalgroepen uitbreiden, omdat die ook noden hebben. Dus ik zit hier ook een beetje gewrongen soms. Ik zie heel veel goede dingen vrijkomen, maar ik wil ze, en dat is mijn laatste punt eigenlijk, echt verbreden en verduurzamen. De energie die vrijkomt, ik zou graag hebben dat dat een hefboom wordt om dieper en breder na te denken over hoe gaat het om met migratie, met vluchtelingen, welke zorg passen we toe, hoe ontwikkelen we een taalbeleid in onze geestelijke gezondheidssector. Dat lijken mij zo dingen die nu aan de oppervlakte naar boven komen en die we moeten vastnemen en die we moeten verder gaan uitwerken. Ik heb een probleem. Ik kom binnen 3 minuten terug. Mijn excuses. Ik kom direct terug. Oké. Maar dat is ongeveer het belangrijkste, denk ik, dat Geertre en ik wilden zeggen. Misschien kan Els het terug overnemen. Kunnen we een beetje de vragen bekijken? En als Geertre terug inschakelt, dat we samen de vragen bekijken. Dat is prima. Er zijn inderdaad enkele bijkomende vragen in de chat gesteld. Ik zal een keer een klein beetje terugscrollen. Misschien kan Mariana nog even het woord nemen om een vraag die over de Oekraïense cultuur of achtergrond eerder gaat te beantwoorden. En dan gaan we straks, als Geertrui terug is, over naar de vragen die meer aansloten bij het deel van Chris en haarzelf. Mariama, iemand vraagt of jij misschien iets meer informatie kan geven over huisvesting. De vraag is, worden huizen, appartementen voornamelijk gekocht of gehuurd? De vraag, hoe zullen de mensen hun huis daar dan ook terugvinden als ze terug kunnen gaan naar hun woonplaats in Oekraïne? Dank u, Els. Als ik mag, ik zou nog iets, nog een klein puntje beantwoorden over de constante stress, als dat mag. Zeker.
Dus dat vind ik ook een super belangrijke vraag over de stress in Oekraïners, in Oekraïnse migranten. Want we zijn nog niet altijd bewust dat die oorlog duurt al meer dan 8 jaar. Dus dat begon in het oosten van het land en dat duurt nog. Nu is er echt een escalatie van die oorlog, van het conflict. En als gevolg zitten mensen in constante stress. De stress is chronisch. Dus we hebben mee te maken met echt een chronische trauma. Op elke generatieniveau en op verschillende niveaus. Dus dat is wel een belangrijk puntje. De tweede is over de acculturatie. Dat vind ik ook goed gezegd, punt. Want mensen komen naar hier en er is ook een ontworteling, een worteling, herworteling in België. Maar moet dat echt een of-of zijn? Ik merk dat bij de Oekraïners dat echt eerder beide en. Ze willen daar zijn, ze willen daar in Oekraïne zijn en ze willen hier ook herwortelen. Ze willen altijd Oekraïners blijven, ook als ze hier wonen en hier herwortelen. Dus die twee culturen moeten samen zijn en in parallel lopen. Er is wel een momentje dat Oekraïners zijn erg van bewust dat het leven heel kort is. En dat kan op elk moment beëindigen. En ze leven nu, op dit moment. Op het momentje nu en hier. Dus dat speelt al een belangrijke rol. Nu kom ik tot uw vraag. Of de vraag van een van onze participanten. In Oekraïne, dat is verschillend voor steden, grote steden en kleine steden. Natuurlijk, in kleine steden kopen mensen huizen en meestal kopen ze zonder hypotheek. Dus ze kopen een grond en bouwen een huis en als huis klaar is, zijn ze zonder schulden, financiële schulden. Er is wel een verschil. In grote steden huren ze appartementen of huizen. En er is min of meer dezelfde situatie als hier in België. Dus dat hangt er vanaf. Oké, dankjewel voor deze aanvullingen, Marianne. Ik heb daar net Geertrui gezien, dus ik denk dat ze ondertussen terug is. Misschien kan Chris of Geertrui de volgende vraag beantwoorden. Hoe lang duurt rouw bij vluchtelingen ongeveer? En vanaf welke periode moet er dan echt wel gekeken worden naar die professionele hulp? Dat is de $1 billion question, Chris. Er is ook heel veel rond te doen, want als ik mij niet vergis, is complexe rouw pas opgenomen in de DSM-5. Hè, met veel weerstand eigenlijk uit het klinische veld. Hè, omdat we juist zeggen, rouw gaat nooit over. Hè. En omdat we toch ook in ons vakdomein heel sterk zitten uit wat willen de mensen zelf, wat voor soort leven. En rouw is geen ziekte, dus waarom zouden we dat opnemen in een psychiatrisch handboek van psychiatrische ziektes? Maar het staat er dus toch in. Dus we kunnen, ik kan daar geen antwoord op geven. Misschien gaat Chris daar wel beter op kunnen antwoorden. Ik denk dat het heel belangrijk is, wat ik wou zeggen is, dat heel veel van de symptomen die we bij vluchtelingen zien, eigenlijk moeten normaliseren. En dat dat voor de nulde en eerste lijn eigenlijk een belangrijke taak is. Eigenlijk psycho-educatie. Uiteraard gaan jullie slecht.
Hè? Natuurlijk met wat jullie allemaal doormaken. En dat ligt niet alleen aan trauma, maar dat ligt aan een heel veranderingsproces. Hè? In die zin is misschien eigenlijk corona, hè, voor ons een goede ervaring geweest in de zin van dit is chronische stress, hè, dat doet dat met een mens. Hè. Wij zijn gewoontebeestjes. Als dingen anders worden, geeft dit stress en zijn we niet elke dag vrolijk en blij. Dus voilà, dat is eigenlijk wat ik erop wou zeggen. Maar Chris, zo gerust aan. Ja, rouw is echt nooit af, maar en het komt ook in schokjes en golven, denk ik. Je kunt een stuk rouw hebben en dan verdwijnt dat weer een beetje, gaat dat naar de achtergrond. En ik denk echt belangrijke rouw, die keert terug in een andere levensfase, maar een beetje op een andere manier. Stel dat je uit je eigen leven een belangrijke rouwproces, hè, je verlies van een belangrijke persoon uit je omgeving. Ik denk dat je ook wel kunt inbeelden dat proces nooit helemaal af is, maar van vorm verandert. En misschien in een andere levensvraag andere vragen opwerpt. En ik denk, zolang dat zie, zolang de rouw in ontwikkeling is en niet zich vastzet en statisch wordt, dan lijkt het mij positief. Hè? Dan denk ik, dan is het in beweging. Wanneer het zich helemaal vastzet, dan kan het misschien zijn dat het iets nodig heeft om het terug in beweging te krijgen. En dat zou één argument kunnen zijn om te zeggen na verloop van tijd, maar ja, waar is dat dan? Die verloop van tijd, dat vind ik echt heel moeilijk om daar een algemene regel op te zetten. En een tweede aspect is, ja, hoeveel impact heeft het? Hè? Kan iemand nog wel wat functioneren? Of legt het echt alles lam? Dat zijn denk ik twee elementen. De tijd, hè? De beweging die je nog ziet en de mate waarop het impact heeft op het functioneren. Kan een overweging maken om meer professionele hulp te zoeken, al dan niet. Maar het belang van rituelen. Hè? Ik denk dat bij rouw, denk aan rituelen. Hè? Rouw en rituelen zijn altijd verbonden met elkaar. Kijk naar de cultuur, naar de religie, naar de context waar iemand uit vandaan komt. En zoek de rituelen die u kunnen helpen om die rouw een plaats te geven. Rouw is iets dat je niet moet wegwerken, maar dat je een vorm moet geven, denk ik. Nou. Oké. Hartelijk dank voor jullie antwoorden. Ik denk dat we nog wel tijd hebben voor één vraag. Iemand stelt de vraag of gastgezinnen dan ook niet wat meer ondersteund zouden moeten worden rond die secundaire traumatisatie. Want uiteindelijk fungeren zij nu toch ook wel op de nulde lijn in het opvangen van Oekraïense burgers. Absoluut, hè. Dat is een vermaatschappelijking van de zorg. Dus de zorg wordt opgenomen door de maatschappij, maar we moeten de maatschappij daar ook een beetje in beginnen helpen. Er is de webinar van het agentschap, hè, maar er zijn, en van Solentra ook. Er zijn initiatieven die nu op gang komen, maar nog niet voldoende. Hè. We moeten hier nog verder werk van maken, daar ben ik het volledig mee eens. Praatgroepen organiseren voor gastgezinnen, informatie verspreiden, folders verspreiden. Ik denk vooral ook de gastgezinnen bij elkaar brengen en hun ervaringen laten delen en het normale van de impact kunnen delen met elkaar, dat al een hele belangrijke stap zou kunnen zijn. Intervisie, hè, zou dat kunnen noemen, Geertje. Ja, nu ik denk dat de OCMW's daar wel zich van bewust zijn, hè, en proberen inderdaad momenten te creëren waarop gastgezinnen bij elkaar kunnen komen en hun ervaring kunnen uitwisselen. Hè. Maar ik bedoel, het is waarschijnlijk nooit genoeg. Ja, wij horen inderdaad ook vaak de vraag terugkomen naar
die intervisies of die praatgroepen toch onder vrijwilligers en gastgezinnen. En vandaar ook, ja, Chris heeft ook aan een van de vorige webinars deelgenomen, specifiek voor gastgezinnen en vrijwilligers, waar toch ook stilgestaan is geweest bij de zelfzorg en het mentaal welzijn van de gastgezinnen zelf. Het is ondertussen 11:55. Ik denk dat we heel mooi op schema zijn. Nog één vraag misschien. En dat gaat erover dat ja, niet alleen onder hulpverleners, maar ook bij andere vluchtelingen er soms wat spanningen kunnen ontstaan over hoe we als samenleving, hoe de politiek nu de Oekraïnse situatie zo goed mogelijk probeert aan te pakken. En dat we wel merken hier en daar dat er verschillen zijn met hoe we in het verleden misschien met andere vluchtelingen omgegaan zijn. Het deed mij denken ook aan een document dat Orbit nu ter beschikking stelt op de website, waar zij eigenlijk een soort tips geven om in gesprek te gaan net daarover. Dus we zullen die link ook zeker meesturen. Dat kan jou helpen als je zo'n opmerkingen of vragen krijgt, om misschien wat houvast te krijgen in die tekst. Ik weet niet als daarop nog aanvullingen zijn van de sprekers uit. Herkenbaar, hè? Wij hebben een paar therapieën moeten wijten aan bij andere vluchtelingen, aan hun woede en frustratie rond het geprivilegeerde aanpak van de Oekraïners. Zeker als je al jaren wacht op papieren, hè, minder bij de mensen die erkend zijn, maar dus zeker bij die populatie herkenbaar. Maar ik denk dat, voor mezelf is de oplossing om niet dan om het ter sprake te brengen bij de politiek, hè, en dat gebeurt ook wel. Er zijn heel veel initiatieven die zeggen, bijvoorbeeld de hulplijn van vluchtelingenwerk is open voor iedereen. Dus daar waar we kunnen, proberen we de middelen toch, eigenlijk ook CGG, daar is het niet gelukt. Wij krijgen ook extra middelen. Maar dat maar één voor Oekraïners, terwijl dat je eigenlijk zou zeggen, laat onze wachtlijsten wegwerken met de andere vluchtelingen, want Oekraïners hebben nu nog niet echt traumatherapie nodig. Maar dat mag niet, dus herkenbaar. Ja, ik denk dat we het al wat daarnet ook al een beetje gezegd hebben, en Geert, dat ik daar niet veel aan kan toevoegen. Het enige dat ik er misschien nog aan toe wil voegen, het gaat misschien niet alleen over ongelijkheid, maar ik denk als vluchteling een oorlogssituatie hebben meegemaakt, gevlucht zijn en hier toekomen, als we het daarnet hadden over rouw en verwerking, en dat komt in schokjes en in een nieuwe levensfase herbeleef je een stukje en komt die rouw terug naar boven. Dat zit hier ook in. Mensen maken op zich ook hun eigen oorlog een beetje opnieuw mee. Hun eigen vluchtgeschiedenis zien ze terug voor ogen. Met alle kwaadheid en alle verdriet die daarbij gepaard zit. En het is belangrijk om terug te gaan naar het eigen verhaal dan. Als je iemand in therapie hebt om te kijken, hoe verbind je dat aan uw verhaal? Hè? Wat maakt dat bij u los? Kun je daar meer over vertellen? Maar de gevoelens van onveiligheid, de oorlog die dichterbij komt. Ik ben al zo ver gevlucht, zit ik hier dan wel veilig? Echt naar die beleving te gaan kijken. Dus het maakt zeker veel los. Ja. Oké, dankjewel. Zo, dan zijn we aan het einde van deze webinar gekomen. Zowel de opname als de PowerPoint zal ter beschikking zijn op onder andere de webpagina van het Agentschap Integratie en Inburgering. Ik geef jullie graag nog enkele contactgegevens mee en enkele nuttige links. Het verspringt hier een beetje snel. Op de website van Solentra onder andere zal je ook heel nuttige informatie verder vinden.
En tenslotte ja, wou ik jullie graag toch nog enkele andere nuttige zaken meegeven. We hebben er hier een paar moeten uitpikken. Er bestaan zeker heel wat mooie initiatieven. Zoals Geertrui zei, de infolijn van Vluchtelingenwerk Vlaanderen is zeker een heel nuttige. Zowel voor hulpverleners als voor vrijwilligers. Ook het CAW heeft een aanbod rond ja, die preventieve mentale welzijn, maar ook voor gastgezinnen en vrijwilligers. En op de website Vlaanderen Helpt Oekraïne vind je nog verdere doorverwijsmogelijkheden. Voilà, mij rest enkel nog om jullie van harte te bedanken, zowel voor de deelname als de sprekers van vandaag. En uiteraard met z'n allen wensen we jullie heel veel succes verder. De links die in deze PowerPoint zitten, die zal je ook verder kunnen aanklikken. En de opname, zoals gezegd, wordt ter beschikking gesteld op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering. Een goede dag nog allemaal en tot de volgende keer. Dag.